Ja, we zijn in Siddeburen aanbeland. En je hebt een tip hier. Wij kregen de tip dat hier een vrouw woont. Die is 99 jaar geworden. En die heeft ter ere van haar verjaardag 153 schilderijen in haar huis. Dus, wauw. Ja, ik ben heel benieuwd. Galerie en atelier van Klaasje. Kan niet missen dat we hier moeten zijn. Hallo. Goedendag. Goedendag. Mooi. Ja, ik ben vrouw van de tuin. Je bent 99 jaar geworden. Ja, jij bent 99 jaar. Ja, nog gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. En het hoes is omtoverd tot atelier. Ja, daar kom ik elke... Ach, kom mee. Ja, we komen mee. Kom mee, mijn hoes, man. Jij bent allemaal van jezelf. Allemaal van mezelf. Heb ik allemaal zo geschilderd. Geweldig. Als ik jurig ben, dan maak ik altijd wat in mijn tuin. Ja, wat doet moet ik nou in tuin? Wie wil nou je schilderijen wel ophangen, zei ze. Ja, ze zegt, mijn andere dochter, ik ken dat niet bij mijn jongen hoes boeken. Maar er zijn 153 schilderijen. Ja. En die zit niet nou in hoes. Doris, mijn dochter, Bien, die heeft... Oh. Ik heb ze allemaal op me gewoon. Kom ja. Bij me hier, Bien. Kom bij hier, Bien. Eem, kom. Hoi. Dit is de aanstichter. Nou ja, mede. Ja. Mede. Ja, wie hem daar in dag waar gaat, alles ophangen. Ja. Wat een idee. Ja. En omdat ze kuizen moesten en nou, heb ik het allemaal nummerd. En, nou ja, ik heb er nou een complete administratie van. Ja. Want is het ook zo dat het verkocht wordt? Nee hoor, nee, Moeke geeft alles weg. Nee. Maar je kunt er toch ook geld voor vroegen? Nee, ik heb er geen verleden aan. Dat doen we niet. Ja, wie kan genoeg meer is een vrouw. Kan ik hier wat kopen? Ik zei, nee, ik kan hier niks kopen. Ik zei, als dan mee achterug is, die blijft te verhangen. Kom dit maar weer, die kan je nog van het schilderij wonen. Ik ben, nee, joh, wat moet ik nou laten? Zo lang ben ik hier niet meer. Ja hoor. Ik kan wel ontzien worden. Ja, volgens mij ook wel. Ja hoor. Ben je nog altijd aan het schilderen? Nee, ik van mijn hand niet meer. Ik kan alleen nog een beetje openen. Daar ben ik al blij mee. Ben er nou ook alweer gasten? Want dit is een atelier. Ja. Oh, er zijn nog wel meer dan 60 mensen met een halboe geweest. Maar ik zeg wel een probleem. Ja. Waar moet je nou zitten? Hè? Ik zit hier. Oh oké. Okay. Oh, gelukkig. En toen daar ze ook nog allemaal... Ze wilden toen allemaal weer de klein nemen. Dan werd ze dat hier allemaal doen. Ja, zei ze, want ik kom die schilderij een beetje mooier uit. Ik zei, als ik hier nou zit, kom ik dan ook een beetje mooier uit. Ja. Ja, super, hartstikke goud, ja. Ik vond het hartstikke mooi. Ja, ik vond het ook zo gezellig. Ja, hè? Nou, bedankt voor de rondleiding. En tot wanneer is de galerie nou open? Ja, het zal als vandoor al weg, maar dat kon niet. Nee. Want er zijn mensen met vakantie, die willen ook nog zo groot komen. Tot halverwege de week wel. Wie bekijkt het eigenlijk per dag? Ja. Want als ze een beetje terugloopt, zeg maar, nou ja, dan sluiten we de barrel. Maar dinsdag, woensdag... Dus mensen kunnen nog wel komen? Mensen kunnen nog zeker komen, ja. Tot halverwege de week. Ja, dat vind je ook wel gezellig, hè? Ja, ik vind het ook hartstikke gezellig. Turkie. Ja, Turkie. Ik zei het al doen, ja. Oh ja. Is er nog geen mensen in meer tv kijkt dan ik, hoor. Tot vanavond op televisie.